shines bright. We're growing where the sea is blue. We've seen it in the movies, and I see if it's true. Iemand mee even helpen wie mevrouw Bolscherm is, wie mevrouw Pol is. Dan mag u ook in de benen, hè? Ja? We zijn de afgelopen 7 maanden druk aan het renoveren geweest binnen de Theresiahof. Alle appartementen, we hebben 27 appartementen, zijn allemaal gerenoveerd. Nieuwe badkamer, nieuwe keuken, nieuwe vloeren, overgordijnen, nieuwe vitrage. Alles is lekker fris geschilderd. Daarna zijn alle woningen zo goed als drempelvrij gemaakt en brandveilig gemaakt. En daarna zijn alle gangen ook helemaal opgeknapt. Ook fris voorzien van PVC, waar eerst oude vloerbedekking lag. En alle algemene ruimtes, de koffiezaal, de eetzaal, die zijn allemaal opgeknapt. En weer helemaal van deze tijd gemaakt. En de binnentuin is aangepast. Bewoners, jullie bepalen of een pand leeft, of het sfeer heeft. En of je het met elkaar goed doet en mooi doet. Echt, jullie vinden het waar. Ik vind het ook. Ik kon dat voelen toen ik hier binnenkwam. Ik dacht, dat zit goed hier. Dat zit hier goed. En dat is natuurlijk prachtig. En hoe ongelooflijk belangrijk de gezondheidszorg is. En hoe belangrijk onze mensen in de zorg zijn. Alle verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, artsen. Maar ook de vrijwilligers die hier, en niet alleen hier, maar zeker ook hier in Bornebroek, dag in dag uit keihard werken. En dat is juist op die dag van de zorg een heel groot applaus voor jullie allemaal waard. Eerst was de bedoeling dat de bewoners moesten gaan verhuizen, maar door natuurlijke leegstand kwamen een aantal appartementen leeg. En konden wij gelukkig blijven wonen binnen de Theresiahof. Zodat wij iedere keer een gedeelte van de gang konden wij leegmaken. Dan ging de bewoner tijdelijk even naar een ander appartement. En na tussen de 4 en 6 weken verbleven zij op dat appartement en gingen zij weer terug naar hun vernieuwde appartement. Bewoners zijn heel erg tevreden. Ik heb deze afgelopen weken de mooiste complimenten gehad van ik zie het per dag mooi worden en het was al zo mooi. En gisteren zei een bewoner tegen mij van ik heb echt het gevoel dat ik in een hotel leef. Aanstaande zaterdag is er open huis van 11 tot 3 uur en dan is iedereen welkom. We hebben leuke activiteiten, ook voor sponsoring voor de binnentuin. Dus ik zou zeggen, kom zien.